GVVV begint fel tegen Rijnsburgse Boys en is al twee keer dreigend geweest als in de zesde minuut. Robin Mulder wordt weggestuurd door Martin van Eyck. Mulder houdt het overzicht. Jeremy de Graaf is gehaald om doelpunten te maken. En laat dat hierna. Wat een kans voor de spits van GVVV. Het is een beladen wedstrijd tussen beide ploegen. Niet in de laatste plaats omdat GVVV-trainer Niek Oosterlee 7 jaar trainer was van Rijnsburgse Boys. Lachmucci. Mulder is weer weg. Een van de twee spitsen, GVVV, verrast Rijnsburgse Boys door 4-4-2 te gaan spelen. Lachmucci, dit is een fraaie uithaal. Maar het is geen doelpunt, het blijft 0-0. Terwijl GVVV de 1-0 zeker verdient. Zo'n 1800 toeschouwers op Panhuis. De vorige keer dat deze twee ploegen tegen elkaar speelden, was het ook op Panhuis. En toen viel de beslissing over een plaats in de tweede divisie. GVVV won dat. En Rijnsburgse Boys speelde daarom vorig jaar in de derde divisie. Dit is een klutsbal. Dan moet de Graaf de 1-0 maken, maar hij doet het weer niet. Jeremy de Graaf zal nog wel eens wakker liggen van deze kans. De hakbal is van Mulder. De klutsbal, want twee man willen op doel schieten, belandt voor de Graaf. En die verzuimt om het af te maken. Tess Gegget, de prima voetballende aanvoerder van GVVV, Van der Voort. Rijnsburgse Boys verdient de 0-0 niet die het op het scorebord heeft staan. Artien laat zich de bal van de voet snoepen door Van Eyck. Daar is Mulder en daar is dan de verdiende 1-0. Na 65 minuten voetballen. En dan zal ook de Graaf blij zijn. Van Nieuwkoop niet natuurlijk. Maar Van Eyck doet dit goed. En Mulder, een van de twee spitsen, aarzelt niet. En maakt de verdiende 1-0 voor GVVV. Jongendelen dan namens Rijnsburgse Boys. Gielissen. Lachmucci grijpt niet in. En dan is daar Tillema. En dan is daar tegen de verhouding in en totaal uit de lucht vallend de 1-1. Joël Tillema geeft Rijnsburgse Boys wat het niet verdient. En geeft GVVV een mentale opdoffer. 5 minuten na de openingstreffer is het weer gelijk. En dan gaat GVVV ineens achteruit. En moet Johan Jansen komen. Dat is al in de blessuretijd. De verre peer van Jansen belandt bij Mulder. Die heeft de 2-1 op de schoen. Raakt hem verkeerd, maar hij gaat er wel in. Via Caifano Latuperissa. Ver in de blessuretijd krijgt GVVV wat het verdient. Caifano Latuperissa, de invaller, is het gouden handje. Mulder wilde echt zelf schieten. Raakt hem totaal verkeerd. En Latuperissa beslist de wedstrijd op Panhuis. GVVV wint, verdient met 2-1 van Rijnsburgse Boys. Hoe lekker is het om hem in de laatste minuut door binnen te slepen? Dat is tegen Rijnsburg, vooral tegen Rijnsburg, heel lekker. Want Rijnsburg is toch een ploeg die altijd weer terugkomt in de wedstrijd. En dan kan je maar het best zo lang mogelijk, zo laat mogelijk maken. Ja, ik denk dat dat een van de zuurste manieren is om een wedstrijd te verliezen. Als je in die fase op 1-1 staat en ik denk dat we de laatste fase nog zelfs aandrongen op de 2-1 voor ons, ja, dan mag je hem nooit meer weggeven. Aan de andere kant, in de eerste helft was GVVV wel de betere ploeg. Zeker waar. De eerste helft van ons was ondermaats. We konden ons niveau denk ik niet halen, maar ja, we gaven niet heel veel grote kansen weg. Het is nog bijzonder dat je tegen Rijnsburg wint. Dat is wel bijzonder, maar iedere winstpartij is mooi. Maar ja, tegen Rijnsburg is natuurlijk toch wel apart als je er 7 jaar gezeten hebt. Dan is het wel leuk om te winnen.